de show Percy gezien volgens mij, hè? Wat vond je van de make-up? Ze is namelijk visagist. Ik ben inderdaad visagist. En hoe heet je? Natasja Koningsveld. Natasja, wat vond jij van de make-up? Nou, heel eerlijk gezegd, ik vond de basis erg mooi. De meisjes zagen er mooi en gaal uit. Alleen ik miste wel een beetje de kracht, vooral in de ogen. Echt de expressie. En ik vond de dames met badpakken heel leuk. Met hoe zijn die meisjes zo bruin? Moeten die de hele dag om de zonnebank? Of zijn dat trucjes? Nou, volgens mij was er een trucje gebruikt. Ja. Ik denk of zelf bruiner. Ja? Maar het was ook wel echt inderdaad gewoon bijgewerkt met de nodige glitters, glamour. Want ik zag heel erg vooral dat de accenten volgens mij waren gelegd. Ja, dat is een beetje jammer inderdaad, want ze hadden de accenten. De meisjes zijn natuurlijk vrij best wel dunne kopjes. En de highlights waren dus op de plekken aangebracht, waardoor ze nog meer het accent op de jukbeenderen. En ja, vond ik een beetje jammer. En nieuwe spectaculaire kleuren voor 2006? Ja. Nou, er komt heel veel donkerblauw en inderdaad gewoon echt naturel lippen en mooie zware ogen. Dus en we gaan weer terug naar de ogen? We gaan terug naar de ogen. Want nu is het volgens mij een beetje de lippen, hè? Ja, lippen in de winter zie je ook inderdaad veel donkerblauw in de kleding gecombineerd met zwart. En de lippen zijn dan best wel mooi in het rood. Alleen hier zag ik dat niet terug, terwijl ik het wel jammer vond bij die mooie aankleding. Vond je het nou heel sexy? Want volgens mij was het een beetje een sexy modeshow. Het was een hele sexy modeshow. En bij de dames in badpak vind ik dat zeker wel terugkomen. Met een beetje dat James Bond-achtige en dat gouden. Oh, zulke kapsel. Ja, geweldig. Maar de Paris Hilton gehaald was goed aanwezig. De make-up zijn we nog niet helemaal over uit. Nee. Ik vond het een beetje te magertjes. Heel jammer, maar de kleding was fantastisch, hè? De kleding was prachtig. En dat kan je juist met make-up natuurlijk nog meer accentueren. Dat miste ik een beetje. Oké, nou ja, helaas. Ik heb dé ontwerper gevonden van de modeshow die we net hebben gezien. Percy is je naam, hè? Ja. Kan jij me iets over die spetterende show vertellen? Nou, dat was een Belle du Jour. Dat was geïnspireerd op de film met Catherine Deneuve in de jaren 60. Waar ze overdag een keurige huisvrouw is en 's avonds verandert ze in een sexy callgirl in haar fantasie. Dat merkte ik ook. In haar fantasie. Ja. Dus dat probeer ik ook met de kleding te doen. En dat is bijvoorbeeld dan dat de kraag bij de ene zo hoog is en 5 minuten later komt er iemand in bijna naakt goud binnen. Ja, dat verleidingsspel tussen man en vrouw, dat spreekt me heel erg aan. Ik kom uit een warm eiland, waar daar gewoon... Waar kom je vandaan? Aruba. Maar daar gewoon als waar daar echt de spel nog wordt gespeeld. Ik bedoel dat mannen verleiden. Verdijden en vrouwen verleiden en dat soort dingen. Want wat voor stoffen heb je allemaal gebruikt? Volgens mij zag ik veel zijde. Heel veel zijde, chiffonzijde, crepe, twil. Dat is ook wel op zich een sexy stof, want als je loopt, dan beweegt de stof mee. Ja, ik bedoel, als de winter onderkomt, is het gewoon heerlijk, heerlijk, heerlijk. En volgens mij ook heerlijk op je lijf. Maar je moet er wel een beetje een goed figuur volgens mij voor hebben, want zijde tekent heel erg. Nou, maar je had leuke modellen. Hangt af van de modellen. Lag het aan mij of viel het heel erg op dat je ook de modellen had gescout op de ene lief en vrouwelijk en lief de andere en vrouwelijk, sexy, grote, hele grote borsten. Ja, het zijn natuurlijk gewoon voor iedereen wat. Ja, nee, maar ik vond echt twee, natuurlijk zijn een heleboel verschillende soorten meisjes, maar wat mij opviel, twee soorten meisjes. Twee soorten meisjes. De nette meisjes en de echte cool girls. En de echte cool girls, ja. En iets over de kleuren? Kan je iets over de zomerkleuren voor 2006 zeggen? Lime, geel, fuchsia. Hele felle kleuren. Hele felle kleuren. Dat je ook helemaal van op... Is dat sexy? Vinden mannen niet meestal zwart sexy? Ja, in de slaapkamer, denk ik. Nou, misschien Nederlandse mannen. Misschien mannen op Aruba. Als het warm is, dan zijn kleuren toch altijd mooier, toch? Altijd. Dankjewel. Ja. Het is een hele mooie show. Complimenten. En ik zie jullie morgen. Tot morgen.